Het Breda Nu. Nakpraat. Nieuws. Praat! Je luistert naar Nakpraat. Met Leon Dekkers. Over het algemeen, als er moeilijke namen zijn, dan doet Leon dat. Ja, ik leen me daar wel weer voor. Hè. Marcel van Es. Hij is toch weer niet? Ik wil nooit meer terug. Hij is toch hier niet. En Sander Waasdorp. Maar wel onze NAC-watcher die alles weet. Ja, jij zegt het. Jij zit altijd bij die wedstrijden heel gestaag verslag te doen. Brilliant! Je hoort informatie en krijgt het laatste nieuws over NAC bij NAC-praat. Ja, natuurlijk op spelersvlak is het natuurlijk weer gebeurd, hè. 92.9 op de kabel. Spelers in, spelers uit. Spelers in, spelers uit. Ja. En via bredanu.nl. Polletjes. En we hebben de grabbelton. Ja. Ik zie hem al. Hij is weer rammetje vol. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. Gaan we het redden met een uurtje, denk je? Nou, net. Je luistert naar NAC-praat. Met Leon Dekkers. En Sander Waasdorp. Goedenavond, het is donderdagavond 28 juli, het is 8 uur. Dat betekent dat we weer een uurtje vol gaan maken met NAC-praat. Ja, we zitten hier niet, ik zit hier niet alleen in de studio, mijn naam is Leon Dekkers. Tegenover mij zit Sander Waasdorp. Hele goedenavond, Leon. Goedenavond, Sander. En ik heb er al 2 uur op zitten, dus we doen er gewoon nog een uurtje NAC-praat bij. Ja, ik heb het gehoord. Ik hoorde een hele mooie actie. Ik heb er zelf ook nog even een gouden tientje in gedaan. Hartstikke goed. Kan nog steeds. Bedankt namens nogmaals www.dreamordonate.nl. Ja, de link naar haar actiepagina staat nog steeds bij ons op onze Twitterpagina van NAC-praat. Heb je daar interesse in, klik daar even gauw op en kijk wat je daar aan kan bijdragen. Sander, ja. Er staat iemand naast jou. Ja. Hij is Breda Loco's bestuurslid en lid van de clubraad van NAC. De nieuwe clubraad ook nog eens. En de nieuwe clubraad, de vernieuwde clubraad. Daar kan hij misschien later ook nog iets meer over gaan toelichten. Ik heb begrepen dat ik een vrije avond heb. Ja. Hij kan wel praten, is er tegen mij gezegd. Laat Bram van Doren maar ballen, is niet zo, Bram? Nee, oké, okay, dan. Ja, goeie avond, jongens. Ik denk dat het wel goed komt vanavond, ja. Hebben jullie genoeg spraakwater voor me of niet? Ik wel. Ik heb hier gewoon blauw platwater en platwater. Dus dat moet goed komen dan. Ja, bedoel ik. En zeker met dat ramvolle draaiboek van ons moet dat absoluut lukken. Ja, want er is natuurlijk een hoop gebeurd. Hè? Ik zal jou even, dan kun jij je mooi op je knopjes richten. We hebben natuurlijk de terugblik naar Halsteren NAC en de open dag. Tweede onderdeel spelers uit, spelers in, zoals je dat weet, de spelers update. Dan de Radpol komt over het klokje van 8:30 weer voorbij met het geklaag over het matige niveau van de oefencampagne. En we hebben natuurlijk de grabbelton met een aantal mensen die bijgetekend hebben, weg willen, misschien weggaan. Dan natuurlijk ook een stukje erbij dat we vooruit gaan blikken op de familiedag bij Sparta aankomende zaterdag. Wedstrijd om 1 uur, hè? Even, ja, 1 uur, exact. Dus, en natuurlijk ook gaat Bram van alles vertellen over zijn werkzaamheden die hij doet binnen de clubraad en loco's en noem het allemaal maar op. Ja, Bram, ja, maar Bram en Sander, ik zie jullie allebei een blauw shirt aan hebben. Doen je dat gewoon expres of zo? Of, Ik moet je zeggen, ik was in staat om hem te kopen. Gewoon puur uit hufterigheid. Ik vind hem mooi. Ik vind hem ook mooi. Ik vind hem... Maar ze hadden hem niet in XXL. En ze hadden hem bij een andere club moeten doen. En nou is dat niet dat ik die voor die buik nodig heb. Maar bij mij gaat het natuurlijk vooral om de lengte. Ja. Dus, maar ik moet je zeggen, die aparte shirts. Vaak zie je dat toch dat mensen die wel willen hebben. Ondanks dat er waarschijnlijk heel weinig in gevoetbald gaat worden aankomende competitie. Want het geel en het wit, dat blijft natuurlijk de basiskleuren. Maar we gaan niet vooruit lopen. We gaan daar straks ongetwijfeld nog over hebben. Komt nog veel meer over. Over 3 minuutjes, eerst status quo met What You're Proposing. 1, 2, 3.